veel niks voor die man stil. Het is net niet voor die man. En het is zwaar voor Jelle van Gorkum. Ligt de voordeel op post. Van Gorkum pakt zilver. Wat weer een ontzettende, schitterende finale en een halve finale. Ja, het was super spannend. In de halve finale was de eerste rit, reed hij gelijk bij de top 4. En de tweede rit zat hij er net buiten, dus moest hij de laatste rit alles op alles zetten om door naar de finale te gaan. En de laatste rit werd hij vierde, of werd hij toch tweede, dus had hij de halve bereikt. Dat was super spannend, want hij moest gewoon vol gas knallen en hij heeft gisteren gevallen en blessure aan zijn been. Dus, het was natuurlijk zwaar, het was een zware dobber aan om toch een goede prestatie neer te zetten. Ja, we zijn super trots op hem in de finale. Had hij de goede start, zat hij er goed bij, reed hij bij de top 3. Maar toen hij naar 3 reed, toen moest hij onderdoor en daardoor dat kost hem wat snelheid. Toen sprong hij de bult daarna iets erop en dan verloor hij wat snelheid, waardoor de andere rijders achter hem er langs konden. Daardoor viel hij net buiten de top 3. Dus net buiten het eremetaal. Dat is echt jammer. Maar... Hij heeft alles gegeven. Hij heeft inderdaad alles gegeven. We zijn super trots op hem. En zullen natuurlijk ook in deze tijd blijven steunen.